En nogmaals, van harte welkom allemaal bij deze vrijdag AVRO-uitzending op Nederland 1, die we nu gaan voortzetten met een korte nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter, de heer Wallis de Vries. Dames en heren, graag wil ik u namens de AVRO een heel gelukkig nieuwjaar toewensen. Ik hoop dat 1986 u veel voorspoed en een goede gezondheid zal brengen. In het voorbije jaar is er weer veel in de wereld om ons heen gebeurd. Via radio en televisie bent u daarvan dagelijks op de hoogte gehouden. Ook de problemen in Omroepland werden uitvoerig belicht. Wel erg vaak. En ik denk dat wij u wel eens daarmee hebben verveeld. Het belangrijkste is echter dat wij in een vrij en democratisch land en in vrede hebben mogen leven. Ik hoop dat het goede nieuws rond het gesprek van Reagan en Gorbachev voortgang zal vinden. Dat het een werkelijke aanzet zal zijn tot behoud van de wereldvrede. Vrede, vrijheid en democratie zijn begrippen die ook nauw met de AVRO zijn verwant. De AVRO is een vrije en onafhankelijke omroepvereniging. Geen stroming in de zin van een spreekbuis of verlengstuk van een politieke, kerkelijke of maatschappelijke organisatie. De AVRO is een ongebonden omroep. Zij staat voor haar eigen zaak en is wars van dogma's, van vooringenomen standpunten en wezensvreemde invloeden. Behoud van ongebonden positie is voor de AVRO een levensnoodzaak. Vandaar ons verzet wanneer de overheid zich te veel wil gaan bezighouden met de vrijheid van meningsuiting en handelen van omroeporganisaties. Deze geestesinstelling is de AVRO nu al meer dan 60 jaar eigen. Wij doen dat overigens met volledig respect voor de besluiten die in onze parlementaire democratie door de volksvertegenwoordiging worden genomen. Kenmerkend voor de programma's van de AVRO, ook in het nieuwe jaar, is veel informatie. Als algemene en ongebonden omroepvereniging willen wij bovendien ruimte geven aan ieder redelijk standpunt. De AVRO legt geen meningen op, maar geeft na zorgvuldige afweging betrouwbare informatie gericht op uw eigen oordeelsvorming. Ons streven is verder u op een prettige en aangename wijze vrolijkheid en amusement te bieden. U kunt ervan verzekerd zijn dat ook daarbij onze eigen stijl en karakter niet uit het oog zal worden verloren. De AVRO is als grote, zelfs grootste omroep in Nederland niet bevreesd voor nieuwe technische ontwikkelingen. Die geven juist meer ruimte en armslag. Ook voor de buitenlandse satellietzenders zijn wij niet bang. Zeker niet zolang ons de gelegenheid en de ruimte wordt gegeven ons eigen gezicht te laten zien. Meer dan 750.000 leden zijn het daarmee eens en steunen ons. Voor het vertrouwen dat wij van hen het afgelopen jaar kregen, zeg ik graag bijzonder hartelijk dank. Het is goed te weten dat in ons land zoveel het onafhankelijke en vrije geluid van de AVRO op prijs stellen en noodzakelijk achten. Ik wens u allen heel veel kijk- en luistergenoegen in het nieuwe jaar. Heel veel goeds in 1986. U hoorde de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter, de heer Wallis de Vries. Tot 10 minuten voor 1:30 vannacht hopen wij u te amuseren met show, informatie, een komische serie, sport en een spannende nachtfilm. Als ik nu alles bij naam noem, betekent dat AVRO's Televizier, MESH, Sportpanorama en de western Twee Muilezels voor zuster Sarah, met in de hoofdrollen Clint Eastwood en Shirley MacLaine. De show die zit verpakt in ons allereerste programma. Wedden dat. Het is een heel nieuw programma waar ik slechts 3 dingen over wil zeggen. In de eerste plaats, het programma duurt 12 minuten langer dan in uw omroepblad staat vermeld. In de tweede plaats moet u uw teleloten bij de hand houden. En in de derde plaats let u vooral op 2 mensen.
De een weet alles over de show en de ander alles over de teleloten. Wedden dat het Jos Brink en Sandra Remer zijn?